Okie dokie. Daily challenge tijd. Tijd om te zien waar deze zandweg zich bevindt. Ik heb een idee. Maar dat moet even. Oh, dat zou niet in het idee passen. Dat weer wel. Ik zet hem gewoon alvast waar ik denk dat het is. En dan zien we verder wel. Voorlopig wordt het wel allemaal een beetje bevestigd. Maar voor verder is het. Ik zeg, ik weet dat er ook dingen zijn die namen en zo hebben, dus dat is een vlag. Alleen, ik heb geen flauw idee hoe de vlag van Bhutan eruit ziet. Dus het zou kunnen dat het de vlag van Bhutan is, maar het zou ook kunnen dat het gewoon een complete random vlag is. Ik heb echt oprecht geen idee, daar ben ik echt heel eerlijk in. Ja, wat ik zeg, de rest die ik voorlopig zie bevestigt mijn idee dat dit wel eens Bhutan zou kunnen zijn, maar ik heb echt voor de rest voorlopig echt nul idee. Ik denk oprecht wel dat het het is. Het zou ook, maar ik weet niet of Nepal of dat. Nepal dat dat ding heeft. Relic of Bhutan, ja. Zullen eens kijken of we de Gemina kunnen vinden in 48 seconden. Dat zou het zijn. Dit kan natuurlijk ook naar bijvoorbeeld een belangrijk persoon in het dorp genoemd zijn, hè? Die er gewoond heeft of niet. Dus Gemina hoeft niet per definitie de stad of het dorp te zijn, maar goed. We gaan gewoon kijken, ik bedoel. In het ergste geval is het inderdaad, daar zit ik niet op en ja, oh nee. Was het Gemina? Nee. Dus dat was echt gewoon. Dat had ik ook nooit van zijn leven gevonden, dus. Dit is in ieder geval niet Bhutan, dat weet ik wel. Ik zou eerder gokken dat het richting de Verenigde Staten of Canada gaat. Misschien ook niet. Ik denk dat hier al wel een antwoord komt. Speed limit 30. 40. Ik denk dat dit dan Amerika is. Dan hadden we nog wel een mooie uitdaging proberen te worden om te kijken welke staat dat het is. Sorry. Je moet echt ophouden met zo te snuiven soms. Maar dat, sorry, ja, dat zegt me echt helemaal niks. Daar is de Amerikaanse vlag om even te bevestigen dat het inderdaad Amerika is. Dankjewel, vlag. Holy, wat? Nee, dank je. Eens kijken of we de andere kant op misschien iets. Iets wijzer worden. Ik zit een beetje in tweestrijd dit. Ik denk dat het. Dat wordt ook niks. Ik denk dat het een van de noordelijke staten is. Alleen. Ik zit een beetje te twijfelen of het. In dat clustertje met.
het clustertje met Vermont en zo ligt, of in de buurt van Michigan en zo. Dat is een beetje degene waar ik nou mee zit. Ik moet hem wel plaatsen, want anders dan hebben we sowieso niks. Dus zeg maar, of hier. Of hier. Dus ik ga hem... En misschien is het wel heel erg anders dat ik zo meteen denk van, what the fuck, dit is in Virginia. Ik noem maar wat. Ik heb echt geen idee. Het zou trouwens eigenlijk best wel eens kunnen als ik nou naar die bomen kijk. Als ik nou deze bomen zie, dan ga ik daar inderdaad heel hard aan twijfelen. Dan heb ik zoiets van, nou. Dan zou het zelfs nog iets zuidelijker kunnen zijn als, nou, als het zou zijn. Ik ben te laat, denk ik, sowieso. Het was Texas zelfs. Nou, dat had ik echt sowieso niet als optie gehouden. Daar ben ik heel eerlijk in. Dit is dit is een hele interessante, want ik heb echt geen idee wat het gaat zijn. Ik denk dat dit zou Peru kunnen zijn, dit zou misschien Colombia. Misschien moet ik het misschien ook maar weghalen, want het zou ook wel eens gewoon Colombia kunnen zijn, inderdaad. Dit is een lastige, een hele lastige. Okay, ik denk dat het niet Colombia is. Dat is al iets om. San Sebastian San Marco. Los Puentes. Ik denk niet dat het bijvoorbeeld ook, maar goed, famous last words. Ik denk ook niet, oh hallo. Zag ik dat nou goed? Was dat een... Volgens mij was dat... Is dit de vlag van Guatemala, toch? Ik denk dat het de vlag van Guatemala is. Denk ik. En dan probeer ik San Sebastian San Marco te vinden. Ik zou ook eerlijk gezegd niet... Kijk, hopla. Ja, daar. Maar goed, daar had ik echt veel verder vermoeid in de zoom. Dat had ik niet gered. Dit... Dat is een hele interessante. Ik ga eens een gok wagen. En die gok was helemaal verkeerd geweest.
Oh boy. Dat was die gok verkeerd geweest. Als ik het niet aangepast had. Ach ja. Oh wel. Ik ga mijn genieren opzoeken naar andere shizzle. Als zijn er van. Ik ga niet de kaart helemaal afzoeken naar andere plaatsen, zeg maar. Naar die plaatsen die op dat bordje stonden. Want vaak zie je die toch niet. Of tenzij je echt helemaal ingezoomd bent. Maar dat heeft dus echt totaal geen nut dan, zeg maar. Dan ga ik liever even wat achteruit om te kijken of ik het hier eventueel vind. Ik zie wel dat. Ah. Oké, niet dus. Ga goed zo. Ja, in ieder geval had ik IJsland goed. Ja, ik probeer me ook te bedenken of ik. Ik denk dat ik het de binnenzijde van. Van dingen moet zoeken dit. Denk ik, maar voor hetzelfde geld is het niet zo. Dan ben ik eigenlijk al gek te zoeken voor iets wat ik niet kan vinden. Nou, hier zo bijvoorbeeld al. Of daar. Zeg maar waar. Hartevel. Dat is raar dat het daar wel staat. En als je gaat inzoomen, dan staat er niet meer. Ja. En dan de laatste. De laatste is in. Zand is nog. De vorige keer pakt het niet zo goed uit. Misschien dat het deze keer wel goed uitpakt. Misschien dat het deze keer wel goed uitpakt. Ik heb geen auto erbij. Dat zou dan betekenen dat dit niet. Kampala, Oeganda. Dat zat helemaal niet goed dan. Ja, daar zit de PO-box, hè. Dit is niet. Dit hoeft niet per definitie Kampala te zijn, natuurlijk. Wel. Het gaat goed vandaag met gokken doen. Ik bedoel, ik gokte ook dat ik in West Virginia zat. En dat was het uiteindelijk toch niet, zeg maar. Kampala. Ja, dus dit is wel echt Kampala, zeg maar. Dit is wel echt Kampala. Agape. Zou dat dan een wijk zijn misschien? Of een dorp of een stad in de buurt van Kampala? Even kijken hoeveel kleine straatjes overal zijn hier. Ja, jeetje.
Wauw. Het is eigenlijk raar om te beseffen hoe dicht dat allemaal hier op elkaar zit, joh. Wat ik zeg, moet je kijken naar al die kleine straatjes. Ik ben benieuwd in hoeverre dit bijvoorbeeld ook, wat je bijvoorbeeld in Nederland niet ziet, kleine weggetjes zijn, zijwegen zeg maar, die eigenlijk gewoon nergens naartoe leiden, maar gewoon aanwezig zijn. En Acapa had ik daar niet gevonden mee. View summary. Nou, buiten deze was het eigenlijk nog best wel redelijk te doen. Maar goed, ik ben heel eerlijk. Ik had nooit verwacht dat het Texas zou zijn. Als het al zuidelijk was geweest, dan had ik het meer in Georgia, Alabama en zo verwacht. Ik ben echt heel eerlijk, had ik niet verwacht. Maar goed, dat was hem voor vandaag. Morgen weer een dag en een nieuwe daily challenge. En dan zeg ik tot morgen.